gaan u nu laten zien hoe u de zekering van een dimmer kunt vervangen. Voordat u hier aan begint, dient u eerst de stroom van het gilet af te halen, voor de zekerheid. Draait eerst de knop eraf. Vervolgens draait u het moertje los. Dan kunt u het kapje verwijderen. En vervolgens met de rode eruit trekken. Met een schroevendraaier of met een tang. Dan zal deze zekering kapot zijn. Dan haalt u deze eruit. Dit is een reservezekering. Plaats u die aan de voorzijde. De zekering weer terug. En dan zou de verlichting weer moeten werken. Werkt het niet, neem dan contact op met uw installateur. Nu kunt u de kapjes weer terugplaatsen. Kapje erop. Moertje er weer aan. Gewoon handvast aandraaien. En dan de knop even op.